Nou, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we eens even bij Movado kijken. Leuk weetje voor jullie. Movado is een club waar eigenlijk de Dordtse korfbal is begonnen. Alle verenigingen zijn hier begonnen, hier op dit complex. Daarnaast hebben ze net allemaal nieuwe sportvelden aangelegd. Dus volgens mij een mooi begin voor een tweede helft van het seizoen. Laten we naar Iris gaan. Die kan nog één keer uitleggen wat precies de stappen zijn. Nou, we hebben dus drie stappen. Stap 1, de sportverenigingen komen lesgeven op de scholen. Stap 2, de scholen gaan samen met de kinderen naar de sportvereniging toe. Stap 3, de kinderen worden hopelijk enthousiast tijdens een proefles en worden lid van de sportvereniging. Hans, jij bent trainer van het G-team van Movado. Weet jij hoe Movado eigenlijk met het G-korfbal is begonnen? Het G-korfbal is eigenlijk ontstaan bij Blauw-Wit 51. Daar liep op een gegeven moment een jaar of 20, 25 geleden wat mensen rond die eigenlijk in geen enkel team pasten. Zodoende zijn eigenlijk de eerste stappen gezet in het G-korfbal. Nou, de GVG-korfbal staat eigenlijk voor toen de mensen met een beperking gingen korfballen, werd er ook competitie gespeeld. En de eerstvolgende letter in het alfabet was de G, omdat de andere letters al gebruikt werden in verband met hun leeftijden. Dus de letter G die staat niet voor gehandicapt? Nee, het is gewoon de eerstvolgende letter in het alfabet. En hoe zet jij je in voor het sportakkoord wat dit jaar bezig is met de scholen? Zoveel mogelijk het G-korfbalsport op de scholen promoten, omdat wij vinden dat iedereen de gelegenheid moet krijgen, met welke handicap dan ook, te kunnen sporten. En een van de belangrijkste onderdelen van korfbal is, het is een teamsport, dus iedereen moet met iedereen samen kunnen spelen, zowel jongens als meisjes. Als je die mensen trainen geeft, dat je heel veel voldoening krijgt van, ze hebben zoveel vreugde in het spel en zoveel waardering dat ook aan hun wordt gedacht. En dat ze dus even uit bekende omgeving weg zijn, dat ze niet in de woonvorm zitten of thuis. Nee, je bent hier gewoon lekker vrij. Ja. Nee, je kan doen dan later wat je wil. Nou, top. Zullen we maar afsluiten dan? Ja, lijkt me goed. Nou, leuk dat je dus hebt gekeken. Wil je nou ook graag sporten, maar je weet niet precies waar te beginnen? Stuur dan een e-mailtje naar unieksporten@dordrecht.nl. Of ben je een sportvereniging die ook graag sportaanbod wil maken eigenlijk voor deze doelgroep? Dan kan je naar datzelfde e-mailadres mailen. Zo, hoe was het eigenlijk het gesprek met Hans? Ja, was leuk. Aardig. Ja? Ja. Oh, nou, mooi. Top joh. Ja. Kunnen we naar de volgende vereniging? Ja. Nou, je hebt genoeg shots, hè? Ja. Oh, ja. Dat is wel weer een pareltje van Willemijn, dit. Pareltje.